Met warme dagen in de zomer zoekt iedereen graag verkoeling in het water. Veel mensen nemen een verfrissende duik in een meer of plas. Met deze warme zomerse temperaturen kan er echter blauwalg in het water voorkomen. Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld in het water voorkomen. Ze komen met name tot bloei in warme zomers als de temperatuur van het water stijgt. In stilstaand water, zoals veel bij vijvers en plassen, stijgt de temperatuur het meest. Blauwalgen kunnen niet direct worden bestreden en verdwijnen weer vanzelf. Blauwalgen in het water zijn meestal vrij snel te zien. Het water ziet er niet meer helder uit, maar er ligt een blauw-groen-achtige drijflaag op het water. Deze drijflaag bestaat uit kapotte algen waaruit giftige stoffen vrijkomen. Deze stoffen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maag- en darmklachten, hoofdpijn, jeuk en oorpijn. Waterschap Vechtstromen kan niet alle beken en plassen controleren en waarschuwt dan ook dat contact met het water door bijvoorbeeld zwemmen, vissen en eendenvoeren vermeden moet worden. Kom je toch met water in aanraking? Zorg dan voor goede hygiëne en was bijvoorbeeld je handen. Ook voor huisdieren, zoals zwemmende honden, kan blauwalg gevaarlijk zijn. In ons gebied zijn diverse plassen aangewezen als officieel zwemwater. En deze wateren worden dan ook in de zomermaanden regelmatig gecontroleerd op bacteriën. Onder andere op blauwalg. Zoekt u verkoeling met dit warme weer? Ga dan naar een officiële zwemwaterlocatie. Op de website van Vechtstromen vindt u de zwemwateren in ons beheergebied.